Hoi, mijn naam is Marco. Op Instagram en YouTube ook beter bekend als Marco Movies. Ik post elke woensdag en zaterdag om 7:30 een nieuwe foto. Maar hoe maak ik nou deze foto's? En hoe kom ik nou op deze ideeën? Dat laat ik zien in deze nieuwe serie op mijn YouTube kanaal. Dit is Kijkje in de Keuken. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Kijkje in de Keuken. Helaas is dit de laatste aflevering, maar niet getreurd. We hebben namelijk weer een hele mooie aflevering in petto. Want wat gaan we namelijk doen? De auto van Jan Bakker Auto's op de foto zetten. Dat doen we niet zomaar, want ja, het is natuurlijk hartstikke donker hier in de nacht. Ik heb een mooie lamp meegenomen. Met die lamp ga ik om de auto heen lopen terwijl ik de camera op 30 seconden snelheid heb. Wat voor een effect gaan wij gooien daardoor? Dat de auto licht geeft. Dus dat de auto uit zichzelf licht gaat geven. Nou, ik heb er onwijs veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook veel zin in hebben. En we gaan aan de slag. We gaan mooie foto's maken. Ik heb de foto voor me. Het is hartstikke mooi geworden. Ik ga naar mijn studio om ze eventjes te bewerken. Nou, we zijn terug in mijn studio. De foto staat voor me. Eens even kijken. Ik vind hem zo dik geworden. Echt waar. Ik ben er zo trots op. Ja, leuk. We gaan hem eventjes ontwikkelen. Nou, wat er gebeurt. Het begint al aardig donker te worden, zie ik. Dus we gaan gewoon even lekker spelen. Eventjes kijken wat doet de belichting. Ik vind dit zo ziek gemaakt. Echt waar. Ik ben er hier zo trots op. Nou ja, ik heb die kleuren denk ik zo mooi, vind ik. Het zit echt, dat mooie blauwe stoeren van de auto zit er wel echt wel in verwerkt. Ik denk dat ik eventjes, want je ziet mij natuurlijk, want ik liep er natuurlijk omheen. Je ziet namelijk hier mij een beetje nog schijnen. Hier nog een vlekje en de auto zit ook een paar vlekjes. Dus die ga ik ook even verwijderen. Je ziet hier mij nog lopen. Dus dat ga ik denk ik eventjes uithalen in Photoshop. Dan ga ik meteen ook die witte streepjes hier weghalen. Dus we gaan eens even lekker Photoshoppen. Hier zie je mij nog een klein beetje lopen. Dit wordt wel moeilijker, want die streep, want deze streep is, staat net op een ander soort perspectief. Omdat deze wat groter is, omdat het dichter bij de camera is. Dus ik ga even kijken hoe ik dit het best kan aanpakken. Want kijk, als ik dit zo stempel, dan lijkt dit niet. Dan is het gewoon niet realistisch. Kijk maar, dan ga ik hem vergroten. Nee, het ziet er niet uit. Dus dan gaan we even oplossen. Even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien moet ik dit gaan spiegelen letterlijk. Dus als ik nou gewoon dit kopieer. Hey, dat werkt. Top. Ja, dat werkt gewoon. Lekker. Ah, ik vind dit zo vet. Het ziet er zo vet uit. We gaan even die spikkels op de auto wegwerken. Ja, het begint al wat gladder te worden. Kijk, ik heb hier al heel veel gedaan. Dat zie je ook duidelijk als je zo doet. Hier heb ik nog niet zo heel veel gedaan. Het is al wel, het begint al wel heel vet te worden. Nou, dat ziet er best wel brandschoon uit, deze auto. Oké, eventjes deze vlekjes nog wegwerken. Zal ik dit ding in de weg, zal ik dat eruit halen of niet? Nee, ik laat het gewoon zitten. Ik vind het wel wat hebben in de foto. Het heeft weer wat, ja, iets speels ofzo. Ik zat misschien nog even te denken om lensflares erop te zetten. Dus dat net lijkt of die lampen ook echt branden, zeg maar. Dus dat ga ik even uitproberen. Ik twijfel nog een beetje tussen de lampen. Dat is gewoon nog een dingetje. Ik vind dit wel vet. Aan de andere kant is het ook wel een beetje nep. Daar ga je nog even lekker over nadenken. Misschien leuk? Ik weet niet of dit echt leuk is, maar ik ga misschien een soort van sterren erachter voeren. Dat je echt zo'n sterren in je mond hebt.
Wel echt duidelijk een hele, hele, hele zieke foto. Ik ga hem wel even opslaan. Ctrl-S. Ja, wacht even. Het heeft wel wat zo. Want als je dit zo doet, dan is dit al wel wat, ja, saaier, zeg maar. Je ziet wel duidelijk dat het nep is. Maar het is niet saaier daardoor. Het vrolijkt het juist wel op. Wat vinden jullie? Met, dus gewoon met achtergrond en met lampen. Zonder achtergrond en dan alleen die lampjes erbij. Of die lampjes uit en gewoon deze foto. Laat eventjes weten in de comments wat jullie de vetste foto vinden. Zelf vind ik denk wel gewoon met alles erop en eraan gewoon zo. Het is al nep, maar het ziet er wel heel vet uit, dat wel. Als je deze foto nou leuk vindt, hij staat nu op mijn Instagram. Volg mij eventjes, @MarcoMovies. Vond je dit nou ook een hele toffe, vette video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet die beneden ook niet te abonneren. Vergeet ook zeker niet het belletje aan te zetten om up-to-date te blijven als ik een video upload. En is dit de laatste aflevering van Kijk je in de Keuken. Mocht je dit nou een hele toffe serie vinden, drop dan zeker dat even onder in de comments. En dan zeg ik later!